Welkom bij Rechtstreeks uit de Raad. Dordrecht wil, net als waarschijnlijk alle andere gemeenten van het land, een leefbare stad zijn. Schoon, heel en veilig. En daarvoor moeten wij als burgers ons houden aan allerlei gedragsregels in de openbare ruimte. Maar goed, niets menselijks is ons vreemd, dat doen we natuurlijk niet altijd. En daarom moet er ook goed worden gehandhaafd. Deze week praat de gemeente over de prioriteiten die men aan de handhaving zou kunnen stellen het komende jaar. En daarover sprak ik eerst eens met verantwoordelijk wethouder Piet Sleking. Meneer Sleking, openbare orde, leefbaarheid, veiligheid, belangrijke waarden hier in de stad Dordrecht. Dan is handhaving uiteraard ook heel erg belangrijk. Hoe ziet u in het algemeen de betekenis van handhaven? Ja, handhaving is noodzakelijk om als lokale overheid ook aan te geven wat wij hier met elkaar wel en niet tolereren. Je maakt afspraken, die leg je vast. En als je er niet op toeziet of die al dan niet worden nagekomen, ja, dan is je beleid ook zonder waarden, zeg maar. En leefbaarheid en veiligheid zijn natuurlijk wel de primaire taken voor een lokale overheid om die te waarborgen voor de burgers van de stad. Ja, desalniettemin, het gaat altijd om prioriteiten stellen. Er is een bepaald budget voor beschikbaar. Ja. Is dat budget op dit moment afdoende? Ik heb begrepen zo'n 30 voltijd banen, mensen die aan de handhaving werken. Lijkt me voor een stad als Dordrecht misschien toch vrij beperkt. Ja, dan kijk je natuurlijk naar waarderingscijfers. Je kijkt hoe mensen de veiligheid en leefbaarheid in de stad beoordelen. Dat fluctueert nog wel eens van wijk tot wijk en van moment tot moment. Over het algemeen is men wel tevreden met de veiligheid en leefbaarheid in de eigen wijken. Die liggen overal tenminste op een voldoende niveau. Maar er wordt inderdaad wel heel vaak gevraagd om handhaving. Ja, als het gaat om verkeer of hondenpoep of zwerfvuil. Ja, dan hoor je toch wel heel vaak de roep om nog meer handhaving. Maar ja, uiteindelijk zijn daar natuurlijk ook bepaalde grenzen aan gebonden. Je hebt een bepaald budget, je moet de prioriteiten in kiezen. En je bepaalt met elkaar wat de belangrijkste zaken zijn voor de stad om op te handhaven. Ja, om daar eens over te hebben. Wat zijn nou typische speerpunten voor Dordrecht met betrekking tot die handhaving? Nou ja, bovenaan de lijstjes van overlast in de stad staat meestal de handhaving op hondenpoep. Daar waar mensen niet geneigd zijn om het afval van hun hond zelf op te ruimen. Ja, is dat een van de grootste ergernissen nog steeds in de stad, ondanks alle inzet die erop gepleegd wordt. Er zijn heel veel uren voor beschikbaar op jaarbasis. Er worden ook specifieke projecten opgezet. Dat betekent dat mensen dan ook specifiek op pad gaan. Om op dat aspect te handhaven. Maar er is natuurlijk op allerlei andere gebieden ook, hè? Met name op afval. Rond containers waar sprake is van dumpafval of van zwerfafval in de stad. Van fietsen die ofwel niet op de goede plek staan, of daar waar gefietst wordt waar het niet mag. Op het gebied van verkeer, parkeren. Een breed scala eigenlijk van allerlei aspecten waarop gehandhaafd wordt. Ja, en dan hebben we een groot eiland, buitengebied, binnenstad, allerlei wijken. Ja. Is er nog een bepaalde prioriteitsstelling tussen de verschillende gebieden hier in Dordrecht? Ja, die ligt natuurlijk met name als je kijkt naar de verschillende beleidsdomeinen. De meeste horeca die bevindt zich in de binnenstad. Dus het ligt voor de hand dat de uren die worden ingezet op handhaving rond horeca, dat die ook specifiek in de binnenstad ingezet zullen gaan worden. Andere onderdelen, bijvoorbeeld als het gaat om handhaving op het hondenbeleid en om het voorkomen van overlast van hondenpoep, ja, die rolt zich meer uit in de buitenwijken, zeg maar. Dus daar is die handhaving is veel meer verspreid over de hele stad. Dus het hangt ook een beetje van het thema af waar de overlast zich voordoet. Daar hoef je bij de overlast van fietsen niet in de buitenwijken te gaan controleren, maar wel bijvoorbeeld bij de stations of hier en daar in de binnenstad. Wat betekent handhaving in de praktijk? Ik vroeg het aan twee zogenoemde bijzondere opsporingsambtenaren, BOA's. Meneer Cela Güler, handhaven, beschrijf eens een dag uit het leven van een BOA. Ja, dat is een beetje onvoorspelbaar. Dat maakt hem ook het juist zo leuker ervan, dat je het niet van tevoren kan weten hoe je dag gaat beginnen, maar ook hoe het gaat eindigen. En je kent je dagelijkse taken wel, maar ook de waan van de dag bepaalt hoe een dag gaat lopen. Ik ben zo benieuwd, wat voor soort dingen maakt u nu mee waarvan u echt zegt van goh, goed dat ik er ben?
Nou goed, er is wel behoefte aan flinke controle. Dat zien we zowel op afvalgebied als op de honden. Daar wordt ook flink geïnvesteerd. En de eerste resultaten zullen ook binnenkort zichtbaar zijn. Ja, een dag van handhaving is een zeer interessante bezigheid van werk. Je komt heel veel in contact met de burgers. Dat zijn onze mensen waar we voor handhaven in de gemeente Dordrecht onder andere. Dus we helpen die mensen om dingen te verbeteren die misschien niet volgens de geldelijke criteria gaan. Dus we wijzen mensen op dingen die ze anders kunnen doen of moeten doen. En ja, soms kan dat in gevolg gaan met een sanctie, maar dat is niet altijd het doel waarvoor het gaat. Het doel waarvoor wij zijn, is dat het problemen, het handhaven, de orde van Dordrecht, dat die netjes is. En dat hoeft zeker niet met een bekeuring te gebeuren, liever niet. Wat is het allerleukste, als je dat zo mag zeggen in ieder geval, dat u heeft meegemaakt en zegt van ja, het kan eigenlijk niet, maar het is wel grappig dat het gebeurt. Nou ja, goed, soms moet je met een knipoog gaan handhaven. Dat zijn bijzondere momenten wanneer het een grootschalig iets aan de hand is. Dan laat je sommige dingen toch wel makkelijk toe dan normaliter. Dus dan doe je dat met een knipoog van, nou, laat me gaan. Voor wat het is. Ja, ik doe dit werk 17 jaar. Dus ik kan er eigenlijk 3 boeken over volschrijven met gebeurtenissen die gebeuren. Maar ja, elke gebeurtenis is eigenlijk bijzonder. Maar eigenlijk heel bijzonder om te zeggen van nou, het is buiten de business, buiten de niet. De mensen komen toch met respect naar ons toe. En mocht dat soms wel eens niet zo zijn, er zit ook een emotie bij van de burger. Nou, die emotie moeten wij begrijpen. Sterker nog, daar worden wij ook van getraind om daarmee omgaan. En daar dealen wij dus mee. En dat is het mooie van ons werk. Mevrouw Maus, handhaving, hoe belangrijk is dat goed gebeurt in de stad? Uiteraard, heel belangrijk. We stellen met elkaar regels vast en we willen ook dat gehandhaafd wordt, dat iedereen zich daaraan houdt. En ik ben het er wel mee eens met de gemeente dat ze zeggen van nou, laten we nou als gastheer en als gastvrouw optreden. Maar dat moet je niet, daar moet je niet meer doorgaan. Net zoals het hondenbeleid wordt ook strenger, heeft de wethouder Rijn van aangegeven. We moeten elkaar niet doodknuffelen op een gegeven moment. Als je gewoon weet dat iemand de regels aan zijn laars lapt, dan moet je daar gewoon tegen optreden. Je moet geen regels in het leven roepen die niet gehandhaafd kunnen worden. En op het moment dat daar twijfel over is, moet je daar echt heel kritisch naar gaan kijken. We hadden tijdens de commissiebehandeling hadden we het eventjes over het voorbeeld van het tafeltje op het Scheffersplein. Daarvan kunnen wij als raad eigenlijk een beetje hand in eigen boezem steken en zeggen dat wij regels in het leven geroepen hebben die eigenlijk gewoon te streng zijn. En je kan van een toezichthouder niet verwachten dat hij daar op een andere manier mee omgaat, omdat hij toch een opdracht heeft gekregen om dat op te pakken. Daarbij is het wel heel belangrijk dat die toezichthouder handhaaft met zijn hart. En dat hij vooral het gesprek aangaat en vooral gaat kijken waar de kansen en de mogelijkheden zijn. Heeft u het idee dat het totale budget wat de gemeente ter beschikking stelt voor de complete handhaving, dat budget wel genoeg is om allerlei zaken te regelen die je eigenlijk zou willen handhaven? Ja, soms zie je of hoor je signalen in bijvoorbeeld de wijken. Daarom hebben wij daar vanavond ook weer aandacht aan gevraagd. Hè, dat daar toch veel zwerfvuil ligt bijvoorbeeld. Of toch overlast is van jongeren. Jongerenwerkers doen daar wel wat aan. Renewed bijvoorbeeld. Maar dat zijn 8 mensen geloof ik voor de hele stad. Dus ja, dan vraag je je af hè, van wie moet dat nou doen? Moet er bijvoorbeeld meer preventief ingegrepen worden? Of moet er meer toezicht zijn? Daar moet je mee spelen. Dus als er problemen zijn, dan moet je dus inderdaad kijken hoe gaan we dat oplossen. Gaat dat met repressie, dus door toezicht of bijvoorbeeld meer aan de voorkant? Ik denk dat je eigenlijk nooit genoeg geld hebt om alles te handhaven wat wij in wet en regelgeving opgenomen hebben. En daarom is het altijd heel goed om kritisch te kijken wat regels zijn waarvan wij vinden dat die noodzakelijk zijn. En als er regels zijn die niet noodzakelijk zijn, moet je er vooral tegen het licht houden en kijken of je ze kunt schrappen. En op het moment dat je die beslissingen maakt, kun je ook wat slimmer met je handhavingscapaciteit omgaan. De balans tussen de handhaving in de binnenstad en de buitenwijken van Dordrecht, is die balans goed? Als ik even naar mijn persoonlijke situatie kijk en wat ik om me heen zie gebeuren, daar had ik net in de commissie ook even over. Als ik door Sterrenburg heen loop met mijn dochter en mijn vrouw of met de hond, kom ik regelmatig toezichthouders tegen. Die toezichthouders gaan met hangjongeren in gesprek, dus ik vind dat ze wel behoorlijk zichtbaar zijn.
En dat is wel iets wat ik echt van de laatste tijd terug zie komen. Dus ik denk dat die balans steeds meer aanwezig is. Ik moet er wel bij zeggen, de binnenstad blijft wel een bijzonder gebied. Iets meer horeca, iets meer concentratie qua bezoekers. En dat betekent dat je daar toch wel iets meer capaciteit voor hebt. Maar we moeten de wijken niet vergeten, want dat zijn de plekken waar ook veel mensen plezierig en veilig proberen te wonen. Wij hebben begrepen dat toen de handhaving georganiseerd werd door de gemeente, dat er meer toezicht was in de wijk. Ik weet niet of dat een gevoel is of niet, maar dat zijn de signalen die ons bereiken. Meneer Bronkhorst van BVD zei vanavond van nou, we zien dat toezicht goed aanwezig is. Maar wij krijgen de signalen dat dat nog altijd minder is dan dat het was voordat we dus dit hebben uitbesteed. Of nou ja, eigenlijk uitbesteed. Het valt nog wel steeds onder de verantwoording van de gemeente. Dus wij vinden wel echt dat daarop gelet moet worden. Als je bijvoorbeeld in de oude stadspolders kijkt, daar bij het winkelcentrum, dan zie je daar toch wel veel hangjeugd. En mensen, zeker daar, klagen ook wel over overlast. Er worden nu door de college een aantal prioriteiten genoemd. Hondenpoep, zwerfafval, ongewenst gedrag van mensen op straat. Zijn er nog andere prioriteiten waarvan u zegt, van ja, die zou je toch eigenlijk ook moeten laten terugkomen? In de commissie heb ik al aangegeven dat wij als raad al aangegeven hebben welke prioriteiten wij belangrijk vinden. Een heel belangrijke prioriteit is bijvoorbeeld de aanpak van ondermijning. De wethouder Sleking had het vandaag over dat er toezichthouders zijn die speciaal opgeleid zijn om een vorm van ondermijning aan te pakken bij gokken. Dus als die elementen zeg maar, uitgevoerd worden, vinden we het goed. Alleen wij zouden wel graag op bepaalde onderdelen iets meer invloed uit willen oefenen. Dat hebben we ook aan de orde gesteld in de commissie. Daar kregen we helaas geen steun voor. Wat wij wel bijzonder vinden, want wij horen regelmatig van verschillende raadsleden dat ze willen dat het college op bepaalde onderdelen meer inzet pleegt. Maar omdat de plannen al zeg maar, vastgesteld zijn, gebeurt dat iets mindere mate. En dan denk ik bij mezelf, pak je kans. En proberen aan de voorkant iets meer invulling aan de prioriteiten te geven. Maar wij hebben ook signalen gekregen over de winkeltijdenwet. In Dordrecht is het zo dat er koopzondagen mogelijk zijn. Maar op de feestdagen, zoals bijvoorbeeld Eerste Paasdag, Eerste Pinksterdag, Kerstdag en Oud en Nieuw. Ja, dan mogen de winkels niet open zijn. En we hebben nu begrepen dat er toch op Eerste Paasdag ook winkels open waren in de binnenstad. En dat kan ook niet de bedoeling zijn. Dus wij vinden het ook belangrijk dat daarop gehandhaafd wordt. En handhaven op dingen waarvan je denkt van het is misschien strikt voor ons de regels niet, maar mag het ook een onsje minder? Zijn er situaties denkbaar? Ja, het staat natuurlijk ook wel eens in de krant, hè? Bijvoorbeeld een stoeltje of een bankje voor de winkel. Zeker van mensen die dat al jaren doen, hè? Daar heb je weer datzelfde verhaal. Ga met die mensen in gesprek, maar aan de andere kant, als jij, waar leg je die grens? Dus we moeten daarbij echt kijken naar de regels en daarmee met elkaar overleg gaan. Handhaving van de regels die we met z'n allen hebben afgesproken over hoe we ons gedragen in de openbare ruimte. Ja, de hele gemeenteraad is het wel over eens dat die handhaving heel erg belangrijk is. En de prioriteiten die ze stelt komen ook overeen met die van het college. Alledaagse ongemakken, ongenoegens waar speciaal op moet worden gelet. Hondenpoep, zwerfafval, ongewenst gedrag op straat, dat soort dingen. En als we allemaal naar onszelf kijken, zijn het ook niet precies die dingen die we misschien zelf wel het best bij de bron kunnen voorkomen. Door gewoon de dingen te doen zoals we hebben afgesproken met z'n allen. Dat is een vraag aan ons allen. Dit was het in ieder geval voor nu, rechtstreeks uit de Raad. Tot volgende week.